Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanochtend vroeg zien we opklaringen boven Nederland en een groot bewolkingsgebied boven België liggen. Uit die bewolking valt regen en dat regengebied trekt langzaam noordwaarts over het land. De meeste regen in de oostelijke helft van het land, in het westen een enkel spatje, maar dan blijft het toch grotendeels droog en breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Vanmiddag wordt het dan duidelijk beter weer. De regen trekt ook uit het noorden weg. Het wordt overal droog en er komen flinke perioden met zon. En je ziet het, de temperaturen gaan ook omhoog, naar zo'n 22 tot lokaal zelfs 25 graden. Aan zee een stevige zuidwestenwind, windkracht 5 à 6. Ook vanavond waait het nog stevig. Verder droge omstandigheden vanavond en temperaturen die nog lang rond of iets boven de 20 graden liggen. Komende nacht in het noorden een spatje, morgen overdag geregeld zon en morgenavond kan er in het noorden opnieuw een spatje regen vallen. Temperaturen zijn morgen lager dan vandaag, 16 tot 21 graden. Maandag is er flink wat zonneschijn, maar de temperatuur gaat naar beneden, want de wind waait uit het noorden.